vrijheid, geloof en gedachten. Eamon en Luna zijn verhuisd van Marokko naar Nederland. De juf stelt ze voor aan de klas. Lips, kunnen jullie wat over jezelf vertellen? Ja, nou, ik ben tweeling met mijn broer. Hij heet Eamon en ik heet Luna. En ik ben voor het eerst op een christelijke school, dus ik vind het wel een beetje spannend. Ja, dat snap ik. Goed, ik ga nu uit de Bijbel lezen. Net als zijn vader woonde Jacob in het land Canaan. Dit is het verhaal van de kinderen van Jacob. Toen Jozef 17 jaar was. En wat vond je ervan, Eamon? Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niks, want ik ben moslim, dus sorry. En jij, Luna? Ik vond het heel leuk, want ik heb dit verhaal eigenlijk nog nooit gehoord. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria. Na de eerste schooldag zitten Luna en Eamon aan tafel. Hun ouders vragen hoe het was. Was het vandaag leuk op school? Ja, heel leuk. We hebben de Bijbel gelezen en we hebben een liedje geleerd. Zo, dat liedje was echt saai, man. Dat liedje was echt wel leuk. Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Luna, doe nou, we zijn moslim. Dat soort liedjes zingen wij hier niet. Ik zei het toch. Ha, lekker voor je. Een paar weken later is het bijna kerst. De juf gaat de rollen verdelen voor de grote kerststuk. Eamon, heb ik ook een vraag aan jou. Wil jij een herder spelen? Nee, niks voor mij. Doe maar niet. Ik ben een moslim, dus mij maakt toch niet uit. Oh, jammer. Ik had het juist net zo leuk gevonden. Luca, wil jij dan een herder spelen? Ja, dat heb ik echt zin in. En voor de engel heb ik bedacht... Kim zeker! Ja, ik wilde inderdaad Kim vragen. Yes! En Luna wilde ik vragen of ze Maria wilde spelen. Oh yes! Luna moet oefenen voor het kerststuk. Maar dat mag niet van haar ouders. Dus verzint ze een smoesje. Wat zijn jullie aan het doen? Het gaat over het kersttoneelstuk. Je weet toch dat het niet mag van papa en mam? Dat weet je toch? Maar dan zeg je toch dat je bij mij speelt? Goed idee. Kan je het alsjeblieft tegen mama en papa zeggen voor me? Alsjeblieft, please. Oké, dan vooruit dan. Yes. Yes. Normaal. Auw, ik zing het liedje altijd omdat Luna het altijd zingt. Sorry hoor, het blijft in mijn hoofd zitten. Waar is Luna eigenlijk? Ze had al lang thuis moeten zijn. Misschien is ze bij een vriendin of zo. Oh, ik ga even naar de telefoon om te kijken waar ze is. Ik ga haar moeder even bellen. Niet bellen! Zo, wat is er aan de hand? Luna is niet bij een vriendin. Waar is ze dan? Nou, ze is op school en speelt in het toneelstuk Maria. Wat? Waar was je? Ik was mijn vriendin. Heb jij dat niet verteld? Ik heb eigenlijk verteld dat je naar het toneelstuk bent gegaan. Luna, ga zitten. We moeten praten. Luna, ik wil niet meer dat je meedoet met kerststuk. Anders halen we van deze school af. Je begrijpt toch wel dat we moslim zijn en dat we het niet kunnen doen? Maar misschien wil ik wel Maria zijn en misschien wil ik niet eens moslim zijn. Misschien wil ik wel christelijk zijn. Geen moslim, ben je helemaal gek geworden? Maar papa en mama, ze is wel echt heel erg goed in zingen en in toneel spelen. Nee, echt. Als jullie me niet geloven, kom dan zelf maar kijken. Het is de avond van de voorstelling. Luna is benieuwd of haar ouders zullen komen. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij onze kerstfilm. Is je moeder er nou? Nee, ze is niet gekomen. Ik weet niet waarom. De kinderen hebben allemaal heel hard gehoord. Ja. De hoofdrollen worden gespeeld door Jaden, Jozef en Luna, Maria.